Straks heb je natuurlijk super veel succes hiermee en heb je dit huis overgenomen van je ouders. En dan denkt Lego van, wij gaan dit zelf ook doen. We zijn in deze serie al op bezoek geweest bij Jort met zijn superhippe off-grid vakantiehuizen. Ralf en Vince die met een drone door een brievenbus kunnen vliegen. En ook bij Peter, die maakt 21e eeuwse platenspelers. Dit is The Bright Bunch, de mensen die wij inspirerend vinden. Voor de laatste aflevering is het thema de jeugd heeft de toekomst. Want we gaan bij Floris van 14 op bezoek. En uiteraard doen we dat in stijl met dit keer de grootste bus van Mercedes-Benz, de Sprinter. Of excuses, de E-Sprinter. Want als de jeugd de toekomst heeft, dan moeten we de CO2-uitstoot misschien een beetje beperken. Ik geef meteen toe dat ik een enorme kleuter ben, maar ik ben niet de enige op de Bright-redactie. Weet je wat onze hoofdredacteur Erwin laatst voor zijn verjaardag kreeg? Nee? Lego! Want daar word je nooit te oud voor en dat moet je toe durven geven. Ik heb voor de vakantie de Land Rover van Technisch Lego gekocht. Het probleem is, die sets worden steeds duurder. De Millennium Falcon kost €850. En dan heb je die hele set gebouwd, dus je geld weg. Staat het ding daar maar? Wat moet je ermee? Daar heeft Floris wat op verzonnen, want niet iedereen kan een Lego museum beginnen. Hi Rutger. Hi Floris. Kom binnen. Ik had dus echt verwacht dat ik hier zo over de Lego dozen heen zou moeten stappen. Maar... ja, en dat valt gelukkig nog mee. Floris heeft met zijn bedrijf twee problemen getackeld. De hoge aanschafprijs van de Lego sets en wat je mee moet doen als je klaar bent. Huren kost tussen de €10 en €50 voor 2 weken en Floris heeft allerlei sets van Lego Architecture tot Lego City, van Harry Potter tot Star Wars. Ik weet de meeste kinderen, in ieder geval die van mij, die hebben liever niet dat anderen met hun Lego sets spelen, maar jij hebt er geen problemen mee, begrijp ik. Nou, ik dacht van, weet je, het staat maar stof te happen op mijn kamer en weet je, het is wel een leuk beeld, maar eigenlijk het leukste van Lego is wel gewoon de eerste keer opbouwen. Ja. Dus wat als je dat nou gaat verhuren, dat andere mensen ook gewoon de eerste keer het kunnen opbouwen wat ze zo leuk vinden en dat ze het daarna gewoon weer kapot inleveren. Ja, en ik denk dat de meeste mensen verwachten dat jouw klanten allemaal kinderen zijn van 6 jaar oud, maar dat is niet zo, toch? De meeste van onze klanten zijn volwassenen die zelf kinderen hebben of gewoon volwassenen zelf. Ja, die doen alsof ze kinderen hebben, omdat ze niet willen toegaan. Ja, precies. Ja. Maar hoe kies jij eigenlijk de sets die je gaat verhuren? Ik kies dat eigenlijk gewoon op basis van wat ik zelf heel erg leuk vind, ook om de eerste keer te maken. Want ja, eigenlijk een soort proces. Namelijk als je iets, stel ik zou er iets nieuws willen kopen, dan koop ik dat, dan bouw ik het eerst zelf een keertje op. Dan breek ik het af en dan vervolgens gaat het op de site en dan... verdeel ik in zijn zakjes weer. Je verstuurt die sets niet met de post, toch? Mm-hmm. Maar je bezorgt zelf? Ja, dat klopt. Mag ik dan de bezorgauto even zien? Ja, natuurlijk. Ah, Mini. Hartstikke leuk autootje natuurlijk. Maar niet echt heel geschikt om zulke grote doos Lego mee te bezorgen, toch? Nee, daar heb je gelijk in. Nou, gelukkig heb ik voor vandaag iets beters voor je. Kijk, 11 kubieke meter. En 1000 kilo Lego past er in deze bus. Dus ik heb uitgerekend, ik ben niet heel goed in wiskunde. Volgens mij passen er 122 van deze Millennium Falcons in. Dus laten we met 1 beginnen. Ja, als het om de bezorgauto gaat, heb jij niet zo heel veel te kiezen, denk ik. Hè? Dan is het gewoon met 1 van de 2 auto's die jullie thuis hebben. Ja, dat klopt. Stel, je mocht wel iets kiezen. Wat zal voor jou dan belangrijk zijn? In ieder geval genoeg ruimte. Nou, snelheid is denk ik niet heel belangrijk, gezien we snelheidslimieten hebben in Nederland. Hey, en stel dat nou 1 van je Lego sets gewoon schaal 1 op 1 kon worden, waarmee je je eigen Lego kon bezorgen. Welke zou je dan je Lego maar willen bezorgen? Als het niet om bezorgen ging, dan had ik natuurlijk de Lamborghini Sián gezegd. Ik had het best met zo'n doos op schoot gewoon. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja, dat zou wel gaaf zijn. Daar geef ik je gelijk in. Man, nu heb ik zin om het hele weekend met de Lego aan de gang te gaan. Die Lamborghini Sián, dat wordt hem denk ik. Nu kan Floris natuurlijk nog wel met zijn moeder mee. Als het echt lekker loopt met de zaken, dan is zo'n E-Sprinter met zijn eigen logo erop wel een verbetering. Ja, dit was dan weer de laatste aflevering van de Bright Bunch. Ik hoop dat je genoten hebt van de verhalen van de ondernemers en dat je die Mercedes-Benz events gespot hebt. Want die zaten er dus expres in, hè? #sponsored content. Dankjewel voor het kijken. Check ook de andere 3 afleveringen van de Bright Bunch. En abonneer je op ons kanaal om geen enkele tech video te missen. Tot de volgende keer!